Dag, hier een filmpje over een korte examenvraag, het zelfwarmend koffieblikje uit 2004. Ik begin met de vraag of het blussen van kalk, ongebluste kalk, exo of endotherm is. Dat moet je met behulp van iets uit het tekstfragment gaan uitleggen. Nou, eerst even wat is ongebluste kalk? Calciumoxide, CaO, dat staat in de tekst. Dit is de reactie van het blussen. En dan staat erbij dat de temperatuur met ongeveer 40 graden stijgt. Dat betekent dus dat er warmte vrijkomt bij deze reactie, komt dus energie vrij en het is dus exotherm. We kunnen weer naar de volgende vraag. Het gaat over dezelfde reactie als net. We moeten hier uitleggen of water als zuur of als baas reageert. Nou, een zuur staat een H+ af, een baas neemt H+ op. Gaan we kijken wat water doet. Hij geeft een H+, die gaat zo naar dat O2 min en dat calciumoxide. En als water H+ afstaat, reageert hij dus als zuur. Kunnen we naar de volgende vraag. Weer dezelfde reactie. Nu moeten we uit gaan rekenen hoeveel gram ongebluste kalk met 40 gram water kan reageren. Nou, je ziet hier 1 mol op 1 mol. Dat is makkelijk. Dat betekent dat we het aantal mol water gaan berekenen. Nou, 40 gram gedeeld door de molaire massa van water geeft 2,22 mol water. Is er dus ook 2,22 mol calciumoxide nodig? Dat moet ik even een gram. 56,077 is de molaire massa. En dat geeft 124 gram calciumoxide. Je moet even antwoorden in twee significante cijfers. De vraag staat 40, dus dat wordt 1,2 maal 10 tot de tweede gram. Ongebluste kalk. Dan weer de laatste vraag. In regel 14 staat hieronder. Hebben ze het over een indicator? Een rode kleurstof. En de vraag is, zou dit methyl rood kunnen zijn? Dan moet je je antwoord verklaren. Nou, gaan we even kijken in Binus-tabel 52a. Daar staan welke kleuren al die indicatoren hebben. En voor methylrood staat er dit. Het is rood bij een pH onder de 4,8. En het is geel bij een pH boven de 6. En tussenin is die oranje. Nou, het is in water. En water is neutraal, heeft een pH van 7. Nou, kun je hier zien. Bij pH 7, meer dan 6, is die geel. En de conclusie is dan dat methylrood niet de gebruikte indicator kan zijn. Dan zijn we alweer klaar met deze vraag.